I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride in. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So come. Hey, welkom!
Goedemorgen, lieve mensen. Wat ontzettend fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe livestream van onze kerkdienst. Yes, yes. Laat even wat van jezelf horen in de comments. Groet elkaar even. Deel wat liefde uit. Zeg even tegen je buurman. Wat zie je er knap uit? Of je buurvrouw. Bel even aan. Wij wachten wel. Zie je er knap uit? Zie je er knap uit, jongens. Hey, maar wat ontzettend fijn dat we jullie vanochtend mogen meenemen in aanbidding. Neem gewoon deze tijd voor jezelf. Stel je geest open en je hart open om ook van God te ontvangen. En waar je dat wilt, zing lekker met ons mee, aanbid met ons mee en dan gaan we hem groot maken.
waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Boven alle namen.
Jezus, we willen dit lied niet alleen maar zingen, Heer. We willen echt zeggen, Heer, U bent genoeg voor ons. U bent meer dan genoeg, Heer God. U bent genoeg.
bent meer dan genoeg, Heer God. En zo vaak dan kiezen we in het leven zo verschillende routes, Heer God. En eigenlijk zeggen we daarmee dat u niet genoeg bent, Heer God. Dat u niet werkelijk onze nummer 1 bent, Heer God. Maar u komt deze plek toe, Heer God. De hoogste plek. Heer, u bent meer dan genoeg. En Heer God, als we hier zo staan en als we luisteren naar u, Heer, op de livestream, Heer, bid ik ook echt als we meezingen met elkaar, Heer God, als we instappen in dit lied, Heer God, Heer, bid ik ook echt dat we op dit moment gewoon een keuze mogen maken om dat uit te spreken naar u, Heer God. Heer, u bent mijn nummer 1. U bent meer dan genoeg. En Heer God, ik bid ook gewoon voor, vanuit mezelf, Heer God, maar misschien ook wel voor degene die meezingen, degene die instappen op dit moment, Heer God, dat ze misschien ook tegen u willen zeggen, God, u bent meer dan genoeg, Heer God. En sorry voor de momenten, Heer God, dat ik u niet op nummer 1 heb gezet in mijn leven. Sorry dat ik me liet gaan door afleiding, Heer God. Heer, wilt u mij vergeven daarvoor, Heer? Heer, want u bent zoveel meer waard dan u soms krijgt van ons. En Heer God, en ik weet, we zijn niet volmaakt, Heer God, en we zullen nooit volmaakt leven misschien, Heer God. Heer, we zullen fouten blijven maken. Maar Heer God, we willen met ons hart u op nummer 1 zetten, Heer God. We willen u de hoogste plek geven. En ik wil jullie gewoon uitdagen. Laten we nog 1 keer gewoon dit nummer zingen. Christ is enough. Gewoon vanuit je eigen hart. Laten we het gewoon zingen. Christ is enough for me, oh. Christ is enough for me, and everything I need is in you. Everything I
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Dat is de God die we op nummer 1 zetten, jongens. Dat is de God waarvan we mogen weten dat hij altijd sterker is. Dat hij altijd voor ons uitgaat. Hij bereidt de weg in jouw leven. Waar je ook staat, waar je ook bent. Op de top of in het dal. Hij gaat voor ons uit. En hij verandert nooit. Hij verandert niet. Hij is de meest betrouwbare waar we ons hart op mogen vergeven en mogen focussen.
Hey, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Beraya. Hartstikke leuk om jullie weer te zien. Zeg maar dan op een virtuele manier. We hebben vanochtend een gastspreker, Art de Goede. Hij was heel lang de voorganger van Schuilplaats in Ede. Inmiddels is dit een andere team. Maar ik denk dat jullie keer nog in ieder geval Art en Ali de Goede. Wij zijn altijd heel erg blij met jullie. Jullie hebben altijd een frisse nieuwe kijk op dingen. Ik heb zelf al enorm veel geleerd van Art. Ik onthoud trouwens ook nog mijn allereerste preek van Art. Het ging over je mag niet oordeel. En ik vond het helemaal fantastisch. Blijft mij altijd bij. Dus ik ga bidden en dan ga ik Art vragen om gewoon iets met ons te delen vanochtend. Yes, thank you, Father, that you are awesome and mighty and powerful. Thank you, Father, for the wonderful worship we just had. And thank you, Father, for this beautiful, glorious day. And Father, thank you that you are a good, good God. And I pray that we will continuously taste and see how good you are. And Father, now we open our spirits, our hearts and minds to receive from you, Holy Spirit, because it's about your presence. Thank you for your presence. In Jesus' name. Amen. Beste Berea mensen, ik wou zeggen leuk om jullie te zien, maar dat gaat helaas niet. Ik voel me een beetje Paulus. Paulus die aan het eind van zijn leven in de gevangenis brieven zat te schrijven naar al die gemeentes in Corinthe en Efeze. En de mensen niet meer zag. En toch heel vaak in die gemeentes geweest is. Nou, zo ben ik een groot aantal keer het afgelopen jaar bij jullie in de gemeente geweest. Alleen vandaag geen mensen erbij. Wat ik doe... Ik stel me voor dat we nu samen in de bovenzaal zitten in Nijmegen, in jullie eigen ruimte. En met het podium achter mij, jullie voor mij. En zo heb ik een beeld van de gemeente. Ja? Yes. Goed. Ik wil jullie graag vandaag bemoedigen, aan de ene kant. En aan de andere kant ook laten nadenken over een heel belangrijk maatschappelijk thema. We hebben de afgelopen week... hebben we toch het nodige meegemaakt. En ik bedoel niet alleen corona, maar ook alle demonstraties tegen racisme. In Amerika, ook in Nederland, ook in Nijmegen. Het is gelukkig hier heel goed verlopen, heb ik begrepen. En daar wil ik graag eens met jullie over delen. Want ik denk dat ook de Bijbel, ook God, heel duidelijk is hoe die denkt over racisme, discriminatie. En racisme en discriminatie speelt niet alleen... in onze samenleving, maar dat speelt helaas ook nog in onze kerk, in onze gemeentes. En nou, daar zou ik met jullie over willen nadenken. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kijkt God daarnaar? En wat kunnen wij van Jezus op dit punt leren? Ik wil het even eerst wat dichterbij halen in het onderwerp. Wat gebeurt er met jou als je in Nijmegen loopt of... in een van de plaatsen waar je woont. En je ziet daar een gesluierd iemand. Je ziet daar een moslima. Of je ziet een jood lopen met een keppeltje op. Of je ziet een homostel. Of je ziet een zwerver. Of je ziet een Duitser. Kom je ook veel, denk ik, in deze regio. Mm-hmm. Wat gebeurt er met jou? Wat denk je dan? Sterker, wat voel je dan eigenlijk van binnen? Is er nog iets van een oordeel naar wie dan ook? Heel vaak hebben we diep in ons nog iets van een oordeel over anderen. Vanmorgen, ik woon in Ede, vertrok ik uit Ede met de auto en kom ik allerlei kerkmensen tegen. Nu helaas nog minder dan voor de coronatijd, maar ik kom kerkmensen tegen die naar een kerk gaan. En in Ede heb je... toch nog redelijk veel orthodoxe kerken. En de mensen die naar hem toe gaan, die zijn anders gekleed dan ik. Laat ik het zo maar uitdrukken. Ja. En dan moet ik me altijd weer vrijwaren van gedachten. Oh ja, die mensen zijn anders. Die mensen zijn misschien wel religieuzer. Die mensen zijn, nou ja, vul maar in. Je hebt heel gauw, tenminste ik wel, heel gauw ergens een oordeel. Het zit soms heel diep. En je weet, ik mag niet oordelen, ik mag niet veroordelen. Ik haat racisme, ik haat discriminatie. En dat zal voor jullie gelden, denk ik. Maar toch zit het vaak nog heel diep in ons. Ja. Nou, ik denk dat het iets is om eens bij stil te staan. Omdat met name ook Jezus daar
hele belangrijke dingen over gezegd heeft. Als Jezus het over de eindtijd heeft, ja, doet hij daar een hele belangrijke uitspraak over. En die ga ik eerst met jullie lezen. Dat is een tekst, die staat in Matteüs 24, vers 7 en 8. Dat is het Bijbelgedeelte waarboven staat de komst van de Mensenzoon, de komst, de wederkomst van Jezus. En Jezus doet een aantal uitspraken over die tijd. En dan zegt Jezus dit, in vers 7. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. Dan staat er in de grondtekst niet het ene volk, maar er staat het woord etnos. En dat betekent stam. Stammen zullen tegen elkaar optrekken, strijden, vechten, elkaar wegzetten. En dat gebeurt. En dat speelt zich natuurlijk al jaren af, ik denk al eeuwen, zolang de geschiedenis, de geschiedenis kennen, speelt dit natuurlijk al dat stammen tegen elkaar in opstand komen. Maar ook de laatste tientallen jaren hebben we natuurlijk dat meegemaakt. Oost-Europa, Afrika, waar ook, stammen zetten zich tegen elkaar af. En dat gaat nog verder dan volk tegen volk, maar echt stammen. Een groep mensen die zich verwant voelt, mensen die qua afkomst bij elkaar horen, die zetten zich af tegen anderen. En daardoor krijg je al vrij snel ook racisme, discriminatie enzovoort. Dus Jezus waarschuwt al dat het ook in de eindtijd, de tijd voor hij weerkomt, zal dat heel sterk zijn, heel sterk plaatsvinden. Natuurlijk gebeuren er ook prachtige dingen. Hè? Natuurlijk, en ik ben blij, ik ben zelf ook heel dankbaar voor al die demonstraties die er zijn. Het maakt mij niet onrustig, integendeel. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen juist in verweer komen tegen racisme. Soms denk ik wel eens, en dat heb ik ook vaak in onze kerk in Ede gezegd, van eigenlijk zouden wij als christenen voorop moeten lopen. Wij weten dat we niet mogen oordelen. Wij weten dat Jezus racisme haat. Daar ga ik zo meteen dieper op in. En eigenlijk moeten wij ook onze stem laten horen. We moeten niet binnen die vier muren blijven en zoals nu met elkaar erover van gedachten wisselen. Maar eigenlijk zouden we ook in opstand moeten komen tegen onrechtvaardigheid in deze wereld. Ja. Vandaar dus, ik ben niet tegen demonstraties. Zeker niet tegen racisme. Ja. Ik geloof in de kracht daarvan. Ik geloof dat het nodig is dat we in deze wereld de mensen laten weten dat er recht moet zijn voor ieder mens, dat ieder mens gelijk is qua waarde, ook voor God. God houdt van ieder mens evenveel en dat mogen we denk ik ook uitstralen. Goed, nou geldt dit natuurlijk niet alleen op het niveau van stammen, groepen, racisme, maar dat geldt ook op het niveau van ieder individu. Ik denk ook dat wij in ons dagelijks leven, even los van de groep waar je deel van uitmaakt, soms ook racistisch zijn of nog discrimineren. En ook daar wijst Paulus weer op. Ik wil een tekst met jullie lezen uit 2 Timotheus. Ik hoop niet dat het hinderlijk is dat ik veel teksten lees, maar ik wil het toch graag een beetje onderbouwen. In de tweede brief aan Timotheus schrijft Paulus in hoofdstuk 3, 2 Timotheus 3, vers 2. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Nou, enzovoort. Dat speelt zich af, dus op individueel niveau van een mens. En wij gaan om met christenen die hopelijk heel liefdevol zijn, die je respecteren. Maar er zijn helaas ook heel veel mensen, ook in onze samenleving, die er nog anders zijn.
die zijn zoals ik net voorlas, egocentrisch, zelfzuchtig, op zichzelf gericht. En als je dat bent, ja, dan heb je ook de neiging om je snel af te zetten tegen een ander. Dan ga je ook snel discrimineren. Je wordt racistisch. Men komt aan jouw leven, men komt aan jouw welvaart, ze komen aan jouw welzijn. Ze doen jou tekort. En dat leidt ook heel vaak tot racisme. Wie zit er nou achter racisme of discriminatie? Wat is eigenlijk de bron, de oorzaak, de reden dat er racisme is of dat er gediscrimineerd wordt? En de wereld, de filosofie, heeft daar natuurlijk zo zijn eigen gedachten over. Maar ik denk dat wij vanuit de Bijbel ook een duidelijk standpunt hebben. Wij weten dat iemand die ons haat, we noemen hem onze vijand, de duivel, Satan, wil ons belemmeren om elkaar lief te hebben, wil ons belemmeren om onze buren, onze plaatsgenoten lief te hebben, om het te respecteren enzovoort. Hij is een kracht, hij is een macht die uit is op scheiding in deze wereld. En ik denk dat we als christen dat nooit moeten vergeten. Ondanks dat we een hart hebben, een passie hebben voor wie dan ook, maar er is we hebben te maken met een tegenstander die een geestelijk gevecht aangaat met ons en met deze wereld. En die wil dat we een scheiding maken. Vandaar ook dat Jezus ook ons oproept om ons te bekeren, om anders te zijn dan hij net geschetst heeft. Ook in de eindtijd van egoïstisch. We moeten uitreiken, liefdevol zijn, respecteren enzovoort. De duivel haat eenheid. De duivel haat loyaliteit. De duivel haat harmonie. Ja, dat moet je niet vergeten. Hij begon ermee, en dat weten we allemaal, in het paradijs. De eerste scheiding die hij aanbracht was tussen de mens en God. Ja, en dat heeft hij doorgezet. Nu hebben we te maken met scheiding tussen mensen onderling. We hebben te maken met scheiding op het gebied van identiteit. We hebben met rassen, met kleur. We hebben te maken met scheiding op het gebied van opvoeding. Ouders worden, of kinderen tegen ouders. En omgekeerd. Er is zoveel scheiding in deze wereld, wat veroorzaakt wordt door onze geestelijke tegenstander, door de duivel. En ik geloof dat racisme en discriminatie veel meer slachtoffers maakt dan de hele coronavirus. Dan alle virussen die in de geschiedenis van de mensheid zijn geweest. Als je alle slachtoffers bij elkaar optelt, kom je tot een gigantisch aantal. Maar de duivel brengt nog veel meer scheiding. Ja, we hoeven helemaal niet te denken aan de Tweede Wereldoorlog, waarin Hitler, nazisme, ook het Arische ras plaatste boven alle rassen. Het racisme ten top, zou je zeggen. Waar het volk van de Joden werd weggezet als een ras wat niet meetelde, wat uitgeroeid moest worden. Ongelooflijk wat het racisme teweeg kan brengen, wat discriminatie teweeg kan brengen. Ik ga er verder niet te veel op in. Ik geloof zelf dat we in de wereld met elkaar het beste moeten doen. Christenen, niet-christenen, samenwerken om al dat oordelen, wat zit in discriminatie, wat zit in racisme, om dat te verdrijven. Dat moet uit deze wereld. En ik denk dat moeten we ook samen met niet-christenen doen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we als christenen ook onze eigen taak hebben. Onze eigen rol. En ik wil ook wijzen op onze houding ten opzichte van de Joden. Als christenen en Joden is er vaak ook nog een stukje spanning tussen die beide groepen. Dat zien we en dat merken we ook in alle kerken. Hoe mensen daar verschillend over denken. Wat vaak leidt tot spanning en wat vaak leidt tot verwijdering ook tussen christenen. Ik denk dat het belangrijk is, en moet je thuis maar rustig lezen. Je bent nu thuis, maar op een ander moment. Lees maar eens rustig. Romeinen 11, 12 en 13, dat gaat over de verhouding ook tussen Joden en christenen. En Paulus die doet heel duidelijk de uitspraak ook in Romeinen 11 van christenen, pas op dat jullie je niet verheffen boven de Joden. Uiteindelijk zullen we allebei weer samen als
volkeren, als rassen, of hoe je het ook wil bekijken, zullen we geënt worden op de bekende stam, op de olijfstam, de Heer Jezus. En in die zin zijn we ook gelijk aan de Joden die Jezus volgen. En ben ik het dan alles, ben ik het overal mee eens wat de Joden doen? Moet u met alles ook eens zijn wat ze doen? Nee, dat zeg ik niet. Iemand respecteren, iemand je liefde geven, betekent niet altijd, misschien heel vaak dan niet, dat je het eens bent met elkaar. Je mag anders denken, je mag anders zijn. Maar juist de kracht van ons zit me in elkaar respecteren, elkaar liefde geven. En dat geldt voor niet alleen naar de Joden toe, dat geldt voor iedereen die we tegenkomen, die anders is dan wij zijn, op welk gebied dan ook. Ja. Ik denk ook dat de kerk daar nog een weg in te gaan heeft. We zitten nu midden in het proces. Ben ik heel open over de plek van de vrouw in de kerk. Nou, dat is ook iets geweest, bijna racistisch. Hè? Hoe de plek van de vrouw was in de kerk. Mannen deelden de lakens uit, mannen bepaalden de visie. Mannen waren de kerk, bijna, als ik het zo mag zeggen. Terwijl de vrouwen het leeuwendeel van het werk deden. Maar er is gelukkig een andere kijk langzamerhand op vrouwen in de kerk. En ik ben er heel erg blij mee. En ik geloof, we hebben nog een weg te gaan. Dat geldt ook voor mensen die anders zijn. Qua identiteit, qua kleur, qua enzovoort. Fantastisch dat we in onze regio ook heb je gemeente voor, een christengemeente voor de Marokkanen, voor de Eritreërs. Voor allerlei volkeren heb je aparte kerken. En dat snap ik. En dat mag er ook zijn. Maar ik geloof dat de kracht van de kerk zit hem juist in dat die diversiteit aan christenen, dat we samen één zullen zijn. Ja, dat we samen zullen optrekken. Dat we samen die liefde aan elkaar kunnen geven. En dus ook daar mogen we als kerk, denk ik, mee aan de slag. Mogen we samen naar zoeken naar eenheid tussen kerken. Zelfs tussen ook de evangelische gemeentes. Ja. Goed, dus in de kerk. En ik heb ooit eens gelezen, en dat is al jaren geleden, dat is misschien een hele krachtige uitspraak, maar ik hoop dat je hem snapt. Dat was een profeet uit Amerika, die zei ooit, de oplossing voor homoseksualiteit ligt in handen van de kerk. Daar waar in de kerk nog homoseksualiteit wordt afgewezen. En nogmaals, je kunt over alle dingen verschillend denken. Ja? Maar daar waar mensen die een andere levensstijl hebben, een andere identiteit, een andere ras zijn, ja, waar die nog afgewezen wordt in de kerk, zal er nooit eenheid zijn. Zullen we nooit in staat zijn om ook die mensen buiten de kerk te kunnen helpen. Ja? We zullen ze in de kerk moeten omhelzen, omarmen, liefhebben en dan met hun het gesprek aangaan. Hoe denkt Jezus, hoe denkt de Bijbel erover? Dat is een heel ander verhaal. Maar respect en liefde geven aan mensen die anders zijn, is ontzettend kostbaar, ontzettend belangrijk. En de kerk moet daar krachtiger worden, een eenheid worden. En dan hebben we de wereld ook iets te bieden. Maar nu lopen we vaak, helaas, nu lopen we vaak achteraan. Ook als het gaat om antiracisme. We lopen vaak achteraan. Maar goed, we moeten de wereld niet de dingen laten oplossen waarvoor wij een oplossing hebben. Snap je? Het is ontzettend belangrijk dat wij ook onze nek uitsteken. Ook op dit punt. En op andere gebieden waar onrecht en onrechtvaardigheid is. Goed. Dan naar racisme. Wat is het? Of discriminatie, wat is het? Wat zijn de wortels van racisme en van discriminatie? Ik denk dat er twee heel belangrijke wortels zijn. Zeker als je kijkt naar de geestelijke oorzaak, de geestelijke bron ervan. De eerste oorzaak of reden van racisme is trots. Ja. Als je trots bent, heb je geen oog voor de ander. Is de ander bedreigend? Ja. Daarom komt ook racisme, wat ik net al zei, van onze geestelijke tegenstander. De duivel is een trots wezen. Ja. Hij duldt niet dat God boven hem staat. Hij duldt niet dat wij eigenlijk ook boven hem staan. Jezus heeft hem verslagen aan het kruis. En wij zijn overwinnaars, meerdere overwinnaars.
Dat duldt hij niet. Hij kent geen respect. Hij is trots. En ik denk aan racisme ligt trots ten grondslag. Ja. Een tweede reden voor racisme, een tweede oorzaak, is angst. Ook een heel belangrijk iets wat ons verlamt. Angst. Ja. Is die ander wel te vertrouwen? Ja. Neemt die ander mijn zekerheid niet af? Kijk naar onze economie. Kijk, hè, neemt die ander niet mijn baan af? Hè? Zo kun je denk ik nog heel veel voorbeelden invullen. Ja. Angst. Hè? Dat raak je heel diep. Ja. En angst leidt vaak tot, ik vertrouw die ander niet. Ja. Ik kan die ander moeilijk accepteren. Ik kan die ander moeilijk liefhebben. Ja. Dus trots en angst zijn diepe, hele diepe wortels. En beide zijn de kenmerken van de boze, van onze vijand. Trots. En hij is ook, hij is ook ontzettend angstig. Ja. Dat hij zo rondgaat, briesend als een leeuw, zeggen we dan, op grond van Gods woord, heeft te maken met hij is angstig. Ja. Hij wordt ook opgejaagd. Als het goed is, wordt hij ook opgejaagd door ons. En is hij ook bang voor ons. Ja, omdat wij wandelen in het licht van de Heer Jezus. Ja. De duivel is angstig en is trots. En dat mogen we nooit vergeten als het gaat om een einde maken aan racisme en elke vorm van discriminatie. Kijk naar jezelf. Ja. Hoe ver ben ik trots? Ja. En hoe ver leef ik vanuit die angst, vanuit die onzekerheid? Ja. En de oplossing daarvoor is natuurlijk het tegenovergestelde. Koninkrijksdenken op die beide punten. Tegenover trots staat duidelijk nederigheid. Kunnen we nederig zijn? Kunnen we de ander hoger achter dan onszelf? Kunnen we zo kijken naar iemand, een blanke naar een zwart iemand? Ja? Of een hetero naar een homo? Kunnen we de ander hoger achten? Ondanks hoe wij over iemand anders denken. Maar kunnen we de ander hoger achten dan onszelf? Kunnen we nederig zijn? En vanuit nederigheid de ander benaderen, liefhebben. Ik denk dat dat een hele belangrijke geestelijke sleutel is. Wees nederig. En tegenover angst staat een geloof in God. Vertrouw op je hemelse Vader. Ja. Mochten je dingen aangedaan zijn, door wie dan ook. Ja. Vertrouw op God dat Hij voor je zorgt. Dat Hij met je is. Dat Hij voorziet. Ja. Dat je niet alleen afhankelijk bent van onze natuurlijke overheden. Maar dat je afhankelijk bent van God. Hij voorziet in wat je nodig hebt. En dat geeft je rust. Ja. Dan ben je minder afhankelijk van al die andere groepen in de samenleving. Van al die andere mensen. Je hebt God. Ja. Dat is makkelijk gezegd. Dat weet ik. Van de week stuurde iemand mij een heel leuk filmpje toe. Een filmpje waarin drie mensen een gesprek hebben met elkaar. Drie zwarte, jonge leiders in Amerika. Ze geven alle drie leiding aan een deel van hun kerk, van hun gemeente. En het zijn fantastische mensen. En wedergeboren christenen. Leven vanuit de Heilige Geest. Leven vanuit het Koninkrijk. Fantastisch hoe zij daar vorm aan geven. Maar zij vertelde ook, wij hebben alles in God. We hebben zoveel. Misschien oordelen we hier daar nog wat. Maar wij kennen God, wij kennen Jezus, we kennen de Heilige Geest. Maar weet je, we hebben wel te maken met deze wereld. We leven in het Koninkrijk van God. Maar vanuit het Koninkrijk van God leven we ook in deze realiteit van elke dag. En ook wij worden gediscrimineerd. Onze kinderen worden gediscrimineerd. Ja, en daar moeten we wel mee leren omgaan. En dat is ook onze uitdaging. Ondanks misschien dat je niet meer geen trots meer hebt, dat je nederig bent. Ondanks dat je vertrouwt op God. Ja, we moeten behandelen en voeten geven in deze wereld. En daar moeten we denk ik heel bewust mee omgaan. Dat is een enorme uitdaging. Goed, ik wil nog twee belangrijke teksten noemen. Ja, uit de Bijbel. Om te laten zien hoe ook Paulus een oplossing heeft
voor racisme, voor discriminatie. Wat hij daarvan zegt. Zodat we die verschrikkelijke geest, ik wil het echt een verschrikkelijke geest noemen. Ik heb al gezegd, die zoveel slachtoffers gemaakt heeft. En nog zoveel slachtoffers maakt in deze tijd. Op allerlei gebieden. We hebben geen weet van wat mensen die lijden onder racisme. Waar die doorheen gaan. Daar hebben we soms geen besef van. Zeker wij als blanken niet. De pijn die ze soms hebben. De trauma's. Die ze moeten verwerken. Dat is een hele weg. Ja. En ik denk ook, het is goed dat wij ze mogen helpen. Kunnen helpen. Dat we naast hen mogen staan. Natuurlijk onze plek weten. En soms zijn wij ook de veroorzakers van hun pijn. Dus dan moet je ook weer gepaste afstand hebben. Maar ik denk ook dat het goed is dat onze kerken, onze gemeentes en wij zelf daar ook voor hebben. Dat we ook na deze mensen luisteren. Een liefhebben. Dat we naast hen gaan zitten. Als je in Nijmegen in het centrum iemand tegenkomt waar je veel moeite mee hebt. Ga eens naast hem zitten. En ga eens met de liefde van God naast deze persoon zitten. Ga eens een gesprek aan. Ja, heb eens contact. Ik denk, dat doet die persoon heel goed. En dat zou jou ook heel goed doen. En dat werkt helend naar beide kanten toe. Naar die persoon en ook naar jou. Dat we in gesprek gaan. Ja, luisteren. Een luisterend oor. We hoeven niet overal een oplossing voor te hebben. Hebben we ook niet, altijd. Maar wel, probeer op dezelfde level te komen als zij ook. Probeer hen te snappen, hen te begrijpen. Probeer te snappen waar ze doorheen gaan. Welk leed hen is aangedaan. Ja. Zegen hen. Bid voor hen. Misschien ter plekke of thuis. Laten we veel ook voor deze mensen bidden. Ook veel voor jezelf, omdat je eruit komt. Twee teksten van Paulus. 2 Korinthe 5, vers 16 en 17. Ik denk dat jullie die teksten kennen. Maar het is goed om ze ook in dit verband opnieuw te lezen. Daar staat dit. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Niemand meer beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld. Ja. Gij geheel anders. Wij zijn een nieuwe schepping met de gedachte van God. Met de gedachte van Gods Koninkrijk. Ja. Met de onvoorwaardelijke liefde die we mogen uitdelen. Met de nederigheid waar ik net over had. Met het geloof in God. Daarmee mogen andere mensen tegemoet treden. Ja. Hoe doe je dat nou concreet? Hoe doe je dat nou als wedergeboren christen? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je ook hierin laat leiden door de Heilige Geest. Ja. Dat je met Gods Geest kijkt naar die ander. Ja. En dat Gods Geest je laat zien, terwijl je naar die ander kijkt, hoe God over die ander denkt. Wat God in die ander ziet. Ook al heb je te maken met een zeer ernstig vervallen iemand, met een zwerver. Ja. God heeft visie voor die persoon. Yes. God heeft een droom over die persoon. Ja. Vraag de Heilige Geest wat je tegen zo iemand mag zeggen. Hoe je zo iemand mag bemoedigen. Kijk met de ogen van de Heilige Geest. Maar kijk ook met het hart van Jezus naar deze mensen. Ja. Al hebben mensen jou iets aangedaan. Dat snap ik. En dat moet je ook verwerken. Ja. Maar het helpt ook als je uitreikt juist naar deze mensen. Ja. Ja. Een liefde geeft. Ja. Onvoorwaardelijke liefde. Naar hun luistert. Zodat misschien is hun verhaal ook jouw verhaal. En kun je ook daarvan leren. Kun je daarin groeien.
sterker worden. Ja. Luister naar de Heilige Geest voordat je oordeelt. We hebben zo vaak, en waar we ook zijn, op je werk, ja, of verjaardagsbezoekjes, nou die hebben we nu misschien wat minder, hè, altijd gesprekken, heel vaak vinden gesprekken plaats over mensen. Dat valt me op. Heel vaak, en het zijn er vaak geen positieve gesprekken. Praat met het hart van God. Praat onder leiding van de Heilige Geest over mensen. Wat mag je over iemand zeggen? Ja, kijk met het hart. Kijk met je hart. Ja. En wees in je contacten nederig, wat ik al zei. En vertrouw op God. Vertrouw op God, ook in die gesprekken. Ook in die contacten. Laten we niet meer oordelen naar de maatstaven van deze wereld. Een tweede tekst is. En misschien nog even terugkomen. Ik ben ook iemand die houdt veel van nieuws. Ja. Ik mag graag goed geïnformeerd zijn over allerlei dingen. Dat is fantastisch, maar heeft ook een schaduwkant. Soms kan het je zo bezighouden, je zo overvallen, dat je soms denkt, hey, dat is de wereld. Mm-hmm. Zo is het. Dat is de ellende. Terwijl je weet dat Gods plan veel groter is. Ondanks alles, ondanks corona, ondanks racisme in deze wereld, gaat Gods plan door. Ja. Dat moeten we vasthouden. Gods plan gaat door met deze wereld en met ons. Ja, dat is goed om dat... Dus laat je niet altijd leiden. Dus je mag best op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Dat is prima, dat zou ik ook willen toejuichen. Maar laat je niet leiden in je gesprekken en wat je allemaal denkt van door wat je vanuit de media te horen krijgt. Ja? Vorm je eigen beeld met God. Laat je leiden, Heilige Geest. Praten met christenen over. Ja? Zodat je een juist perspectief hebt, ook in deze dingen. Een volgende tekst. Galaten 3. Vers 27 en 28. Dat vind ik ook een hele krachtige tekst als het gaat over antiracisme of discriminatie. Galaten 3, vers 27 en 28. U allen, die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Er zijn geen Joden of Grieken meer. Geen slaven of vrijen. Geen mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Alle muurtjes tussen groepen mensen, tussen rassen. Ja, en heel dichtbij tussen man en vrouw. Al die muurtjes vallen weg in Jezus Christus. Ja. We zijn in Jezus allemaal gelijkwaardig. En dat mogen we, denk ik, uitwerken en uitleven. Ja. Dat is een hele weg om te gaan. Maar dat is een uitdaging van de kerk. En ik had net ook plan van God met deze wereld. En ik geloof dat er een gemeente komt, ja, die dit zal laten zien. Ik geloof niet in een neerwaartse spiraal voor de kerk. Nee. Ik geloof dat wij groeien in gemeente zijn. Wat Paulus ook zegt, er komt een gemeente zonder vlek en rimpel. En ik zeg altijd, dat is geen volmaakte gemeente. Ja, de gemeente is in Jezus Christus wel volmaakt, maar in wereldse ogen misschien niet volmaakt, in ons eigen ogen misschien ook niet volmaakt, maar het is een volwassen gemeente. Een gemeente die volwassen is en die in staat is om de boodschap van Jezus in deze wereld handen en voeten te geven, op allerlei gebieden. He, op het gebied van genezing, op het gebied van herstel, op het gebied van racisme, discriminatie enzovoort. Dat is een volwassen gemeente. En daar is God mee bezig. Daar is God aan het werk. En God gebruikt deze tijd ervoor. Ik geloof ook dat God ook coronatijd gebruikt om ons daar bewust van te maken. Ik las, en dat was heel bijzonder, ik las een profetie van een Amerikaanse profeet die ik erg hoog heb. Hij heette Bob Jones. Misschien wel eens gehoord die naam. Nou, hij leeft al een aantal jaren niet meer. Heeft jaren geleden geprofeteerd dat in 2020, en dit jaar, komt er een tijd van rust voor de kerk. Komt er een tijd van rust voor de kerk. Ja? Dat is heel bijzonder. We zitten nu in een tijd van rust voor de kerk.
En wat ik zie, en ik merk het ook in mijn eigen leven. Ik heb nu meer tijd om met God bezig te zijn. Ik merk ook door alle dingen die gebeuren in de coronasfeer, maar ook op het gebied van racisme. Dat raakt me. Ja. Ik ga ermee naar God. En ik merk dat ik daardoor dichter bij God kom. Dat mijn relatie met God, met Jezus, zich verdiept. Ja. Ik geloof ook in deze tijd dat het voor christenen, niet alleen voor niet-christenen, maar voor christenen ook een hele belangrijke tijd is om zich opnieuw te bekeren. Om radicaler te worden. Ja. Om radicaal te worden, omdat je meer van Jezus gaat houden. Omdat God ons steeds dierbaarder wordt. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat gun ik jullie ook. Ik gun mezelf nog verder groeien. En natuurlijk hoop ik dat wij ook elkaar binnen afzienbare tijd weer zullen zien. Maar ik hoop ook dat we de tijd waarin we elkaar niet zien, en dat geldt ook voor mijn eigen gemeente, dat we die tijd gebruiken om te groeien in onze relatie met God. In onze relatie met hen. En natuurlijk is het belangrijk dat we elkaar omzien. Absoluut. Maar we kunnen het beste bij God zijn, dicht bij God zijn. En dingen opruimen in ons leven die niet bij ons horen. Groeien, sterker worden, volwassener worden in God. Dat is de uitgelezen kans van. Ja. In plaats van dat we weer alles. Laat dat het nieuwe normaal worden. Hè? Dat we dicht bij Jezus zijn. En dat we alles vanuit Jezus mogen beoordelen. Tot slot wil ik dit nog tegen jullie zeggen. Als het gaat om racisme en discriminatie. Wij hebben een ambt der verzoening. Paulus zegt. Ja. En dit is ook de tijd dat we ook die ambt van verzoening mogen toepassen in deze wereld. Wij hebben de opdracht verzoenend bezig te zijn. Tussen rassen, tussen groepen mensen, tussen individuen, tussen jou en de kerk, tussen ook kerk en onderling. Ja. Het is een tijd van verzoening. Ja. En ik hoop dat je daar ook mee aan de slag wilt gaan. En dat we daarin mogen groeien. Kortom, pas Gods principes toe in deze tijd. Ja. Het is goed om in bepaald natuurlijk te reageren. Door je af te zetten tegen racisme. Ja, absoluut. Maar weet wat de wortels zijn van racisme. Weet hoe jij daarmee om moet gaan. Ja. En dat is superbelangrijk. En het brengt je dichter bij God. Het brengt je dichter bij Jezus. En het brengt Gods koninkrijk hier op aarde. Ja. Zullen we samen bidden? Ik wil ook bidden voor degene die zelf het slachtoffer zijn geworden, zijn geweest ook, van racisme, van discriminatie. Misschien is er iemand die luistert, die ook op dat gebied getraumatiseerd is, of misschien meer diep geraakt, of misschien reageert er nu anti op. Van ze hebben mij dit aangedaan, nu doe ik dit. Heer, ik bid voor al deze mensen die ook zelf geraakt zijn door racisme, door discriminatie. Heer, ik bid om een zalf op de wonden. En ik bid dat de Heilige Geest ook deze wonden geneest. Heilige Geest, ik bid dat u ook nu op dit moment naar deze mensen aanraakt. Dat u deze mensen helpt en bemoedigt. En misschien is het ook goed dat je je hand op je hart legt. Om een teken van ja, dat God je hart wil genezen. En van binnenuit wil genezen. En ik zegen je met de liefde van Jezus. Jezus ziet naar je om. Jezus gaat je helpen om sterk te worden. Om hieruit te komen. Om te groeien tot eenheid. Dat je één wordt in jezelf. Eén wordt met Jezus. Dat je één wordt met de mensen om je heen. Daar wil ik je mee zegenen ook. En ontvang de liefde van Jezus. Die zoveel voor je houdt. Die voor alle rassen en alle groepen. En elk individu zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Ook voor jou. Ook voor jou. Zodat
de Heilige Geest, alles mag herstellen in jouw leven. Wat geraakt is, wat aangedaan is. Hij wil je genezen. En ik bid ook voor jullie dat je de kracht van de Heilige Geest mag ontvangen om uit te reiken in deze wereld. Dat je de liefde van God mag tonen. Opdat vele mensen door onze antiracistische houding, door onze antidiscriminatiehouding, dat vele mensen Jezus zullen leren kennen. Dat vele mensen geen aanstoot zullen nemen aan elkaar, ook niet aan Jezus, maar dat ze door jou heen Jezus aan het werk zien. Dat is eigenlijk wat de wereld verlangt. Jezus aan het werk in ons. En daar wil ik jou mee zegenen over de komende tijd. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.